Het is zondag 6 februari. Tanja Schaap, de violiste van het Haagse tango-gezelschap Tango Extremo, propt nog haar laatste spullen in de koffer. De komende twee weken zal ze het hiermee moeten doen, want Tango Extremo, bestaand uit 5 muzikanten, gaat op tour. Bijna 2 weken lang, dwars door Rusland. Het idee voor deze tour komt eigenlijk van mij. Door mijn vliegangst kon ik bepaalde dingen niet meer doen en wilde ik Tango Extremo. Dus de groep speelt eigenlijk heel veel over de hele wereld. Ik begon gewoon een soort vliegangst te ontwikkelen en wilde niet meer tours doen waar ik per se voor moest vliegen. Maar wel, ik wilde wel blijven spelen met de groep en we waren vorig jaar in China. En ik durfde dus ook niet te vliegen naar China en besloot met Trans-Siberië Express te gaan. En terwijl ik dus 7 dagen in die trein zat te hobbelen, dacht ik, door Siberië heen dus, dacht ik, ik ga proberen hier eens een tour te regelen. Moskou, hier ben ik al. Nee, het is zeker geen vakantie. Ik bedoel, we doen 9 concerten en het is natuurlijk ijskoud. We gaan met de trein, met de bus, we vliegen en we spelen op allerlei plekken. Het is natuurlijk een enorm groot land en ik dacht, er wonen zoveel mensen. En goed, het is natuurlijk niet een heel erg economisch sterk land, dus je hoeft het niet echt voor het geld te doen. Maar het is wel ontzettend leuk en bijzonder. Ja. Terwijl Tanja vanwege haar vliegangst alleen met de trein naar Moskou reist, pakken de andere bandleden het vliegtuig om elkaar weer te ontmoeten in Moskou. Het wordt een avontuur, maar ook een zware tour. 9 concerten in 13 dagen, vliegen met de trein, met een bus en al met al een afstand van meer dan 5000 kilometer binnen Rusland. Veilig aangekomen in Moskou is er de ontmoeting met Eugene Kolbachev. Hij is een Rus en hij heeft de hele tour van Tango Extremo geregeld. We have breakfast till 10, I think. 10, 7 till 10. Yeah. Mm-hmm. And then go by metro to Red Square. Yeah, nice. Voor Vasily Stefanopoulos is het misschien wel extra spannend. Hij is de bassist. En aangezien een bas veel te groot is om mee te nemen in het vliegtuig, is er voor hem een bas gehuurd. En dan is het altijd maar afwachten wat je krijgt. Het is spelbaar, zeg maar. Ja, soms krijg je een bas die bijna spelbaar is. Ja. Maar het is een goede oplossing. Ja, het is geen echt bas, geen akoestische bas, maar ja, het is een goede. Katie upright bass. Ja. Yeah. Klaar voor? Klaar. Tot vanavond. Ja. Maar voordat er die avond gespeeld gaat worden, is er een trip met de metro. Reisdoel het Rode Plein. Het valt alleen niet echt mee om wijs te worden uit al die verschillende lijnen en al die voor ons onbekende Russische tekens. Ga dat maar eens lezen en zoek dat maar eens even allemaal uit. Al die metrolijnen, maar dat is ook wel weer een avontuur. Ik sta er vrij relaxed in, of ik nou in China ben of in Rusland. Ja, het enige wat je kan gebeuren is dat je ergens verkeerd terechtkomt. Nou ja, dan stap je er weer in en dan ga je terug en dan pik je de draad weer op waar je gebleven bent. Послушайте, что вы делаете, 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 что
Als kind zag je natuurlijk gewoon, weet je, al die parades en toestanden. En heeft het echt iets ontastbaars, hè, of onbereikbaars. En dat is nu gewoon, ligt dat heel erg dichtbij. Na het Rode Plein wacht dan toch echt de eerste repetitie voor het concert die avond. In de Alexei Kozlov Club. Hans, kun jij even aan hem aantrekken? Want hij is behoorlijk ontstekend. Ik wil gewoon even een Italiaantje, hey guys. En dan alleen even de beginnetjes en de eindjes, dat we het even weten. Het is allemaal nog een beetje rommelig, een beetje wennen. En dan is het ook nog eens lastig communiceren met de mannen van het geluid. Dat waren twee prima gasten, maar die kunnen gewoon geen woord Engels. En dan is het toch gewoon lastig. En je ziet die tijd doortikken. En zij staan daar maar met die snoeren. En die weten ook allemaal niet. En ja, dat is natuurlijk toch wel een soort paniekvoetbal. Uiteindelijk komt het dan wel weer goed. Maar voor de rust in de groep is dat gewoon niet ideaal. Het is natuurlijk sowieso al lastig voor een muzikant om met een technicus te praten. Want je spreekt in metaforen, weet je wel. Dat is lastig. En als je dan ook nog gewoon met iemand aan het praten bent die gewoon nul een andere taal spreekt dan Russisch, dan wordt het al gauw een rommeltje. Nou jongens, we zijn eruit. De kop is eraf. Kom. Je bent een beetje ongerust en een beetje gespannen van gaat het allemaal wel en doet dit het wel en doet dat het wel. Heb ik mijn muziek op de goede volgorde. Het is altijd wel een soort spanning. Ik denk dat mensen onze muziek heel erg leuk gaan vinden. Ik vermoed dat het Russische publiek heel erg muzikaal onderlegd is. Of ze gaan er natuurlijk echt van denken, wat is dit voor belachelijks? Of we hebben een groot succes ermee. Ik heb echt geen idee. Ik merk gewoon dat die Russische mensen gelijk een soort klik hebben met die muziek. Kijk, wij spelen natuurlijk ook geen klassieke tango. Hè? Wij spelen niet echt typica, zoals dansmuziek, tango, vind ik hoe je dat wil noemen. Wij maken natuurlijk een beetje een zootje van. Wij mixen alles wat los en vast zit, wat we zelf leuk vinden. Een beetje muziek van dit, een beetje van dat, klassiek erdoorheen. En dat wekt nieuwsgierigheid, denk ik. En volgens mij maakt het niet uit welk land je dan speelt. Het eerste concert is een groot succes, maar lang tijd om na te genieten is er niet voor Tanja. De volgende dag moet er namelijk gespeeld worden in Saratov, zo'n 850 kilometer van Moskou. En dus gaat Tanja direct na het concert door naar het station voor een treinreis van 18 uur. En de rest reist de volgende dag met het vliegtuig. Het was natuurlijk laat en ik was moe en we moesten hollen en vliegen, omdat er maar gaat maar één trein in de 3 dagen, geloof ik, naar Saratov vanaf Moskou. Dus als je die mist, ben je ook gewoon midweek verder. En het is toch weer 18 uur. Maar dat nog 100 keer liever dan alle stress van een uur vliegen. Vliegen is toch altijd een beetje een stresssituatie. Zeker voor mij met die accordeon op mijn rug. Want er wordt nog wel eens geprotesteerd of moeilijk gedaan. Nee, dat is te zwaar, dat mag er niet in. Nee. En dan kan je soms moet je praten als brugman. Het moet aan de andere kant wel zeggen, het is nog nooit gebeurd dat hij er niet in mocht. Dus daar hoop ik dan altijd maar een beetje op. Maar het is toch altijd een beetje stress. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Saratov. Tanja zit nog altijd helemaal alleen in de trein. Ergens halverwege Moskou en Saratov als de anderen aankomen in Saratov.
Een stad met zo'n 850.000 inwoners. En tegenwoordig wordt die gezien als een belangrijk centrum op het gebied van wetenschap en cultuur. Na de vliegreis wordt de groep tijdelijk ondergebracht in een appartementencomplex, waar iedereen op zijn manier de tijd doodt totdat het tijd is voor de repetitie. Een beetje een uurtje rondhangen hier en dan eten, lunchen en dan weer terug en weer een beetje rondhangen en dan soundcheck. Ondertussen ga ik een beetje kloten. Nou, Tanja komt met de trein laat. Hè? Die komt om 5:30 aan. Nou, 7:00 is het concert. Dus wij moeten alles voorbereiden. Maar ja, vanavond spelen 7:00 en dan 2 sets. Dus dat is 2 keer 50 minuten. En dan wat pauze en dan inpakken. Dus ik denk dat we om 10:00 buiten de deur staan. En dan gaan we met de trein, de nachttrein, naar Ujinovsk. Dimitri, Ja. You are on the movie yes. Now. Movie? Yeah. Movie. We are making a film. Film Aparatska. Cinema. Ah. Chauffeur Dimitri brengt de groep naar het conservatorium van Saratov. Een mooi gebouw dat letterlijk muziekgeschiedenis ademt. Een prachtig toneel voor het tweede Russische concert. Ja, geweldig. Omdat ik, voor mij is het conservatorium, ik geef er 25 jaar les hè, op school en dan is het een soort modern gebouw. Maar dit zijn echt oude gebouwen. Dit zijn gewoon gebouwen die gewoon 400 jaar staan. Heel mooi, klassiek, echt een conservatorium, weet je wel, zoals dat hoort te zijn. Je weet wel, een plek waar die muziek gewoon geconserveerd is en onderwezen wordt. In die zalen hoor je muziek en studeren en werken en dan denk je, oeh. Wordt hier wel stevig gespeeld. Nou, dat was weer een trip hoor. Ja, wat was het? 18:00 of zo. Dus dat schoot allemaal niet op. Nou ja, het schoot wel op, maar het duurt gewoon 18:00. Ja. Dus. En dan ook die Oblivion en dan Canaro. Pianoconcert. Milonga. Ik kom meestal met het idee, ik bespreek het samen met Tanja en dan kijken we een beetje zo van wat de beste stukken zijn. Maar dat gaat wel in gezamenlijk overleg, maar niet op een democratische manier als je dat mocht denken. Dat niet. Ja. I wish you a very warm welcome here at the Conservatory of Music in Saratov. Ja, dankeschön. Очень понравились. И мы рады приветствовать вас. У нас есть тоже люди, которые на днях летят в Голландию. Nou, het concert was afgelopen om 9:00. Dus dan moeten gegeten worden, spullen gepakt en dan naar het station en gelijk in die trein. Ja, er was geen keuze, er was geen alternatief. Dus ja, we moesten gewoon gelijk de trein in. Dat zijn natuurlijk wel killers op een bepaalde manier, maar ook wel weer leuk en ja, ik bedoel, je maakt nog eens wat mee, hè? Zo. Hey, je hebt daar nog ergens een blauw koffertje? Zou je dat eruit kunnen halen? Ja, dat kan.
een treinreis van ruim 9 uur komt Tango Extremo bij een temperatuur van min 15 aan in Uljanovsk, ruim 650 kilometer van Saratov. De stad aan de prachtig bevroren Wolga. De stad ook waar de grote Russische leider Lenin is geboren. En hier in Uljanovsk wacht misschien wel het spannendste concert voor Tango Extremo. Samen met het symfonieorkest van Uljanovsk. Ze hebben nog nooit samen gespeeld. En de repetitie is dan ook enorm belangrijk. Oké, jongens, heel eventjes attentie, ik zeg het één keer. Chanson, El Silencio, Romance de Barrio, Utumni en Nocturne. We zouden eigenlijk om 12 uur moeten beginnen en tot 2 uur. Dat was ons beloofd, 2 uur repeteren met het orkest. Nou, we begonnen een beetje laat, want we kwamen een beetje traag op gang, zeg maar, weet je wel. Nou, dus ze kwamen daar een kwartier te laat aan. Zo'n orkest dat functioneert gewoon als een soort leger. En het orkest was eigenlijk besteld, en dat wisten wij niet, tot 1 uur. Dus wij kwamen een kwartier te laat en moesten we dus nog ons opstellen, kennis maken en die muziek doorspelen. 6 stukken. En daar hadden we maar 3 kwartier voor. Wij moeten gewoon onwijs, steady doorgaan. Jabababam. Ja. Ladadadam. Jabadabam, jabadabam, jabadabam. Adilna. It's very new experience for me because we have a lot of concerts. It's symphony music of Russian and West European composers, and this is a style of music a little bit different. Je had je eerder moeten beginnen. Als hun die lange noot hebben. Ja, oké. Okay. Ik ga jullie wel incuwen, ja? We have to more freedom, more improvisation. And I have to do this in my conducting too. If I do you like it? Yes, but not very often, but sometimes it's good. It's fine. Начало в 6:30. В том порядке, как мы. En we waren midden in een stuk. Het was 1 uur. Precies 1 uur. Midden in een stuk. En een man die slaat af en die zegt dankjewel. Nou, daar hadden we het mee te doen. We hadden toch gezegd tot 2 uur, of niet? Ja, maar ja, we schieten er niks meer op. We kunnen het nu gewoon niet goed spelen. Ja, hoe ga je dan dat concert in? Nou, daar was ik natuurlijk wel vrij nerveus over. Dit was echt een, zeg maar, een concert met een strijkorkest. En dat geeft toch wat extra spanning. A, kloppen die noten wel? Is dat allemaal goed ingestudeerd? Is alles goed overgekomen? En, daar waar het dan uiteindelijk natuurlijk om gaat, krijgen we dat onder elkaar? Ja, als het misgaat, dan kijken ze eerder naar mij dan naar die groep schapen erachter. Wie kan er goed een das strikken? Terwijl iedereen zo zijn eigen zorgen heeft voor het concert die avond, gebeurt er in de foyer beneden iets moois. Er wordt spontaan gedanst tijdens een soort geïmproviseerde workshop tango. Onwetend van wat er zich beneden afspeelt, is er bij de leden van Tango Extremo sprake van toch wel een onbestemd en onzeker gevoel. Ja, ik vond het heel spannend. We hebben natuurlijk, het zijn 6 stukken, elk stuk duurt misschien 5 of 6 minuten. Je hebt ze 1 à 2 keer kunnen doorspelen. En dan moet je met een groot orkest in zo'n grote zaal, want het was ook nog eens een soort knoepert van de zaal, met ontzettend veel mensen. En je komt op en je ziet het grote orkest zo staan en wij komen daar. En dan denk ik toch bij mezelf, ik ben blij dat ik die muziek wel redelijk ken. Maar ik hoop dat we het met z'n allen ook nog gewoon het er goed van afbrengen. Zamiast nas kuchnia, nas kuchnia, nas kuchnia.
Het is geschreven door mijn moeder, die leeft al heel lang niet meer. En dat ben ik altijd blijven spelen, ook als een soort van eerbetoon aan haar. Ik merk aan het publiek ook dat ze dat eigenlijk altijd het mooiste nummer vinden. Nou, dan sta je daar in midden in Siberië en dan denk ik, nou man, dan kom je weer even voorbij. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus het is toch elke keer weer een kleine ode aan haar. Ik vind sowieso, als ik een concert soms in die grote zalen geef, dat het allemaal te voornaam is. Er wordt een soort afstand gecreëerd die ik voor mezelf niet altijd prettig vind. Ik heb liefst dat ze gewoon naast me komen zitten, dat vind ik ook goed. En ik vind als je wil dansen, vind ik het prima. Het hoort er ook bij die muziek. En ik vind het leuk als er dingen gebeuren die die afstand dus zeg maar opheffen, omdat het toch iets skills is. Het was inderdaad heel leuk. Gescandeerd applaus zelfs, nog tijdens het spelen, niet eens aan het eind. Dus dat, mensen waren heel enthousiast. Dat was heel tof, ja. Een last is van de schouders gevallen. Een bomvolle zaal in Ulyanovsk gaat plat voor Tango Extremo. Het toerleven is pittig, want de volgende dag is het weer snel door naar het station. Weer wacht er een lange treinreis. Eindbestemming Jekaterinburg. 1200 kilometer van Ulyanovsk, ruim 18 uur met de trein. Overal waar je komt, het is allemaal zo vluchtig. Je ruikt er even aan en dan moet je eigenlijk alweer weg. Nou ja, ik ben een rood, dus ik heb gewoon een boek bij me, nog een boek en een laptop en een koptelefoon en van alles en nog wat. En uiteindelijk doet niks. Zit ik gewoon een beetje slap de ouwe hoer en dat vind ik eigenlijk ook het leukste. En er is dus niks te doen, dus je komt in een soort hele relaxte sfeer van je. Ik vind het eigenlijk super ontspannend. En je gaat gewoon eigenlijk verplicht niks doen. Приятного аппетита. Maar eigenlijk vliegt de tijd voorbij. Je gaat eens een biertje halen in het restaurant en je maakt eens een wandelingetje en een praatje met mensen. En voordat je het weet ben je er eigenlijk dan toch. Dus al met al valt het altijd wel weer mee. Je ziet eigenlijk alleen maar eindeloos die sneeuw voorbij en hetzelfde landschap en hetzelfde landschap en nog een keer hetzelfde landschap. En dan na uren komt er eens een heuveltje bij en dan nog na uren komt er eens dat wordt het heuveltje wat groter. Snap je? Dus ja, er gebeurt niks. En dat vind ik eigenlijk ook te gek. Ja, ik voel me wel een beetje schuldig naar de rest toe. Dat we door mij eigenlijk met z'n allen in die trein zitten. Maar volgens mij vermaken we ons wel, toch? Ik ben de Gute Better de Ukling aan het kijken. Oké. Ja. Op de iPhone van Carlos, hartstikke leuk. In Rusland is zo groot, want nu als je op de kaart kijkt leggen we eigenlijk nog niks af, maar het is zo'n enorme afstand eigenlijk. We komen al aan om 4 uur 's nachts, dat is even kloten. Of 4:30, wat zal het zijn? 4:00 ja, 4:00. Nou, dan gaan we naar het hotel en dan weer soundchecken en spelen en dan gaan we weer verder.
Carlos, dekentje. Kwart over zes. Ja. Het was een soort situatie, hè? Je wordt aan die trein uitgedreven, hè? Want het is het eindpunt en dan moet je uit. Nou, de koffers, het is ijskoud. Je loopt naar buiten en er staat niks. We werden wel opgevangen, maar er stonden geen auto's klaar. Dus dan is het best koud ineens als je daar zomaar staat. Dus wij vluchten de subway in om even een kopje koffie te halen, maar dan, ja, het was wel 7 uur 's ochtends. Op een gegeven moment laat je het gewoon maar gebeuren en je denkt, ah ja, weet je wel, hoe fout kan het gaan? Na een uur buiten te hebben gewacht op vervoer bij een temperatuur van min 20, komen dan eindelijk de taxis om iedereen naar het hotel te brengen. Ijskoud en behoorlijk vermoeid. Als iedereen na een paar uurtjes slaap weer wakker wordt, blijkt dat de eerste kennismaking met de stad geen goede indruk geeft. Jekaterinburg is namelijk prachtig. Ja, het was een leuke stad, maar dan was het ook de enige stad waar we een keer een dagje vrij waren. Dus dat was ook de enige stad waar we wat gezien hebben überhaupt. We hebben op de rivier gelopen. En dat is toch wel bijzonder, bovenop een rivier wandelen. Dat geeft ineens een heleboel ruimte. Koud was het, maar wel heel mooi weer, maar koud. In Jekaterinburg staat een optreden gepland in jazzclub Everjazz. En je merkt dat het reizen, de concerten en natuurlijk ook de enorme kou zijn tol beginnen te eisen. Niet alleen bij de muzikanten, maar zeker ook bij de instrumenten. Een beetje een viool aan het bijpoetsen. Die heeft het zwaar te verduren hier in Rusland. Volkomen ontstemd de hele tijd. Dus die krijgt een klein beetje meer aandacht dan normaal. Het liefde. Hij is een beetje te licht. Ja, het moet goed klinken en het moet goed aanvoelen, zeg maar. Qua weerstand en qua dat het aanspreekt in het lage register. En het moet het ook een tijdje doen ook. Sommige gieten zijn heel goed. En dan na een kwartier laat ze je in de steek. From Holland, musicians. It's very surprising, unusual, very fine. I really did like the concert. It was magnificent. Musicians were amazing. Het concert in Jekaterinburg is het laatste optreden voor Ben en Vasilis. Zij moeten vanwege andere werkzaamheden halverwege de tour terug naar Holland. Ik vind het wel jammer, moet ik eerlijk zeggen. Want je kent het wel, waar je vroeger naar een feestje moest je toch naar huis, weet je wel. En dan kwam je later op het schoolplein en dan zei je, zo, wat, toen jij weg was. Nou, dan werd het pas echt gezellig. Dat gevoel gaat, dat ik heb het idee dat dit daar weer gaat gebeuren. Snap je? Ik heb een soort déjà vu. Bedankt. En I love you. Ik had daar eigenlijk, toen dat zo bekend werd in Nederland nog, had ik daar helemaal verder geen enkel probleem mee. Maar ik merkte daar ook dat je gewoon gek genoeg door alles wat je meemaakt, eigenlijk een hele hechte band
krijgt, samen weer. En ja, dan moet dat toch weer vervangen worden door twee anderen. Er worden twee nieuwe muzikanten ingevlogen, Sandor Kem en Christoph Mai. Zij reizen vanuit Nederland met het vliegtuig naar Novosibirsk en daar zullen ze zich aansluiten bij de groep. Voor de overgebleven bandleden wacht een bijna eindeloze treinreis naar Novosibirsk. 1600 kilometer, 24 uur in de trein. Ik heb ook mezelf aangeleerd om alles uit te stellen. Want als het zo lang duurt, moet je gewoon uitstellen om naar de wc te gaan. Je moet uitstellen om te gaan eten. Je moet uitstellen om een biertje te gaan drinken. Want dat neemt allemaal gewoon, weet je wel, gaat de tijd daardoor toch sneller. Als je gelijk alles gaat doen en eten, dan heb je dat. Dan zit je op een gegeven moment zit je echt uren zit je te niksen. Dus dat heb ik mezelf altijd een beetje aangeleerd. Boekje mee, je moet je handtas even inpakken met een tandenborstel erin, dit en dat en dat. Nou, en dan ga je lekker zitten. En eigenlijk, vooral als je 's nachts rijdt natuurlijk, dat is ideaal. Want dan kan je slapen en je reist toch. Maar eigenlijk vliegt de tijd voorbij. Ik vond die bedden in de trein eigenlijk altijd best oké. En je bent gewoon moe. Je bent sowieso moe, weet je wel. Dus je hebt al een voorsprong als je gaat liggen, zeg maar, dat je gewoon in slaap stort. Ja. Het is een soort van jeugdherbergsituatie, maar dan on the move. Eigenlijk heel leuk hoor, want ja, je bent met elkaar samen en het zijn allemaal kleine bedjes. En een beetje primitief, maar ook wel weer gezellig. Macaroni met vette worstjes en ja, geweldig. dat doe ik meestal zelf niet thuis, maar ja, dat doe je dan toch. Dan zet ik mijn verstand op nul of mijn smaak, ik weet het niet precies. En denk ik, ja, ik moet toch wat eten. Dus nee hoor, dat lukt eigenlijk wel. Siberië, Novosibirsk. Min 14 bij aankomst. En net als in alle andere steden tot nu toe, ook hier weer een winterstraatbeeld. In het hotel maken we kennis met Christoph en Sandor. En die laatste die heeft wat last van een slaaptekort. In Novosibirsk is er een probleem. De club waar eigenlijk het concert gepland stond, is de week daarvoor failliet gegaan. Er is weliswaar een nieuwe locatie gevonden, maar er is een chronisch gebrek aan publiciteit. En dus dreigt er een lege zaal. En toen stapte Novosibirsk, TV Novosibirsk stapte daar dus in. Een soort TV West, maar dan minder goed. En ja, en daar mochten we dan gelijk aanschuiven. Танго Экстрима пройдет в субботу в кабаре-кафе «Бродячая собака». А в студии нашего канала они уже побывали в гостях у моего коллеги Антона Веселова. Die interview was een ontzettende flirt. En ja, dat was wel een beetje vreemd natuurlijk, dat hij dat gewoon tijdens dat interview echt helemaal uit zat te spinnen. Maar ik dacht, ja, maakt mij het uit. Well, it is a bit of a mess. Конечно, Таня – типичное русское имя, но в Голландии оно тоже популярно, как, кстати, многие другие ваши имена. На мой взгляд, фортепиано – это связующее звено между аккордеоном и другими инструментами. Клавишные отвечают за гармонию исполняемой музыки. De publiciteit helpt, en ook in Novosibirsk weer een volle bak. De reis wordt vervolgd naar Tomsk. Ook hier weer een volle zaal. En wat eigenlijk opvalt in het koude Siberië, is dat de zalen overal vol zijn.
De combinatie van het koude Rusland en de warme Haagse tango blijkt wonderbaarlijk te werken. Wij komen in de blind komen we gewoon een land binnen, wat een heel groot land is. En mensen moeten het dan ook nog echt leuk vinden, als ze al komen. Nou, gelukkig komen ze. Dat vind ik eigenlijk wonderbaarlijk. Ik snap ook niet waarom. Ik weet niet, het is buiten koud, maar binnen is het overal heel warm in Rusland. Misschien is dat het. Kijk, die Russen die zijn in alles eigenlijk ook een soort extreem. Je zou het op straat niet gelijk zeggen, hè? Want dan zie je toch een soort norsheid. Hè? Mensen die hebben gewoon eigenlijk gewoon houden een soort afstand. Maar eigenlijk is het gewoon, als je daar doorheen prikt, is het eigenlijk gelijk. Is het gelijk gezelligheid, warmte. Die mensen hebben een gevoel voor drama. Voor het vervoer in Siberië wordt gebruik gemaakt van een personenbusje. En gezien de staat van de Russische wegen is dat niet altijd even comfortabel. Ja, dan kan je toch weer beter in de trein zitten, dacht ik. Want de wegen zijn zo slecht. En die gast die reed toch wel gewoon normaal door, zoals je in Nederland doorrijdt. Dus we werden echt de hele bus doorgeslingerd. Ja, de eerste keer zat ik achterin. Toen dacht ik, oeh, dit ga ik niet overleven. Slapen lukt ook niet echt. Af en toe is een beetje klagen en zuchten en elkaar aankijken en dan dat is het eigenlijk. Ja, je doet het allemaal, je ondergaat het en nou, we wisselen een beetje van zetel, zeg maar. Daar gaat ook eens iemand anders voor in. Maar de trein is dan eigenlijk wel heel relaxed. Na een rit van 400 kilometer wordt Novokuznetsk bereikt. Behalve een concert in de plaatselijke muziekschool is er voor accordeonist Hans nog een klusje. Ik moest daar een workshop geven, dat was nog wel interessant, want in die trein, dat wist ik natuurlijk al langer. Althans, niet in Nederland, maar onderweg werd het me dat duidelijk gemaakt. Je geeft een workshop in Novokuznetsk. Ja, dan denk ik, leuk, maar wat moet ik doen? Wat kan ik verwachten? Maar het bleek dat het allemaal, zeg maar, losse of individuele leerlingen waren, volwassene kinderen. En ook duo's, er was één groepje bij. En dat was wel leuk, maar het is fijn als je het van tevoren weet. Dan weet je een beetje wat je kan verwachten, zeg maar. Helemaal zwart-wit en netjes en een beetje nerveus, want de grote meester uit Nederland. Dat was wel een soort aandoenlijk eigenlijk. Ik vond het wel moeilijk, want ik had misschien minder dan 7 minuten per groep. Dus het moest allemaal heel erg in die tijd gepropt en dat vond ik eigenlijk bijna zielig, want ja, het is zo leuk om met die kinderen te werken. En ze zaten er zo klaar voor, wekenlang daarmee bezig, sommigen konden het zo goed spelen. Dus dat is dan jammer, dat het door die tijdsdruk eigenlijk zo snel moet allemaal. Maar het was wel heel leuk. Terwijl Hans bezig is met de workshop, is de rest van de groep aan het repeteren voor misschien wel het meest succesvolle concert van de tour. In de muziekschool van Novokuznetsk. Ik vind ook zo leuk in Rusland dat de vrouwen zijn zo uitgedost. En helemaal die gaan eerst nog naar de kapper voordat ze naar het concert gaan. En de mooiste kleren die ze hebben trekken ze aan en bontjassen. En ja, het is gewoon zo'n bijzondere sfeer. Dat heb ik vooral daar gevoeld.
Ja, die heeft daar een hele tijd gestaan met een roos. Toen kwam ze ineens dat podium oplopen, want de moeder duwde er van, ga dan nu maar. Zoiets was het, geloof ik. Nou, dat is me in Nederland ook nog nooit gebeurd. Ja, het was, de hele sfeer was, en mensen waren zo enthousiast en ook blij dat je er was, zeg maar. Dat bleek uit alles. Dus dat alles bij elkaar maakt dat je ook een soort gevoel krijgt van, we gaan hier iets moois van maken. En dan lukt dat ook op een of andere manier. Kwam dat heel goed uit op dat moment. Wonderful. I like it very much. I love Tango Extremo. Mooi. En deze? Hallo papa. Lief, hè? Mis je ze? Ja, natuurlijk. Maar nog één dag. Zonder WhatsApp was het leven onmogelijk geworden. Ja, hier. Dat gaat maar door, joh. Ik zal even zeggen dat ik gefilmd word. Ja. Nee, dit is een goede uitvinding, dit. De laatste avond, het allerlaatste concert in het theater van Barnaul. Ja, dat is zeker wel een emotie. Hè? Ik ga niet huilen of zo, maar het is toch wel van, ja god, het is nu alweer voorbij. En ook met de mensen waarmee je bent geweest, je krijgt een soort hechte band. En dat is dan toch ineens voorbij. Eigenlijk had je er dan nog wel 10 kunnen hebben, weet je wel, zo'n gevoel krijgen. Ja, de mensen waren gewoon zo enthousiast en ze droegen ons zo'n warm hart toe dat ik dacht van jeetje, en we hebben natuurlijk zoveel werk van gehad. Het heeft natuurlijk zoveel voeten in de aarde gehad om het te regelen en we hebben toch maar geflikt. Ja. With this tune we have almost come to the end of our concert tonight here in Barnaul. I'm really sorry about it because I'm having such a good time, you know.